ik ben aan de onderwijsdagen gekomen omdat ik eigenlijk gewoon meer wil leren over wat andere instellingen en andere bedrijven eigenlijk doen op het gebied van learning analytics en eigenlijk vooral in bredere zin online leren. Je leest heel veel in de kranten over het gebruik van data in je eigen persoonlijke leven, maar ook binnen het onderwijs. En ja, wat kun je nou met die data? We loggen heel veel van onze studenten, we weten, we kunnen heel veel van ze zien. Maar hoe zet je dat nou in het onderwijs? Hoe draag je dat nou bij tot een beter onderwijs, dat het onderwijs op maat aangeboden kan worden? Ik vind het een goed thema. Wat ik er nu van af weet, denk ik dat er heel veel voordelen aan zitten, maar dat er ook wel wat risico's aan verbonden zijn, omdat je gewoon heel veel data eigenlijk op een grote hoop gaat gooien en gaat kijken van wat kun je daar nou mee? En zoals ik zei, ik zie de voordelen, ik zie ook wel wat nadelen en ik ben heel erg benieuwd hoe mensen die daar al langer mee bezig zijn, hoe die daar tegenaan kijken. Well, there's a lot of clever people here and I'm very curious to hear what they think about the future of learning analytics and hopefully I hear some new ideas that will generate more ideas for myself and for the University of Amsterdam. Ik denk dat een heel belangrijke boodschap van Oudert Engelfried bij zijn keynote ook al was, dat we ook hier als hogescholen en universiteiten zullen moeten gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat we niet allemaal het wiel zelf gaan uitvinden en dat we samen eigenlijk ook die regels goed moeten kunnen afspreken van hoe gaan we dat aanpakken. Wat ik vanmiddag geleerd heb is toch van dat er ook nog wat achterliggende vragen zijn van je wilt een aantal dingen met Learning Analytics, maar de vraag is dan ook van mag het? He, dat is dan de juridische kant. En ook van zijn de conclusies die wij trekken wel correct? En dat was de laatste sessie waarbij de wiskundige ons uitlegde van dat sommige conclusies wel voor de hand liggend lijken, maar het absoluut niet zijn.